En in Nighttown is hij een oude bekende, DJ Ferry Corsten. De Rotterdammer vierde met een spetterend optreden aan de Maas gisteravond een feestje met zijn trouwe fans. Aanvankelijk zou Corsten al in mei zijn nieuwe cd presenteren in Amsterdam, maar om uiteenlopende redenen kwam het daar niet van. Dus dat werd gisteren rechtgezet in Rotterdam. Rond een uur of vijf 's middags arriveert Ferry Corsten op het evenemententerrein aan de Maas dat speciaal voor zijn optreden is ingericht. De DJ heeft een sessie van 6 uur voor de boeg en zegt er enorm veel zin in te hebben. Ik als Rotterdammer draai nooit in Rotterdam, alleen op de parade zeg maar. En ja, dit is eigenlijk zoiets van mijn eigen stad. Ja, eigenlijk dat is het hele verhaal eigenlijk. Ja, want hoe Rotterdams is Ferry Corsten nog? Want je bent meer elders denk ik hè? Ik ken Rotterdam niet echt meer zoals ik het kende. Ik merk wel als ik een keer hier ben dat er, ja, dan zitten we daar weer nieuwe tenten of nieuwe restaurants of zo. Dus het is altijd weer spannend om even in de stad te zijn. In het kielzog van de DJ lopen zijn ouders, die in Rotterdam de BV Corsten bestieren, waar inmiddels werk is voor 6 mensen. Bent u blij dat hij een keer thuis is? Ja, daar genieten we ook van. Ja. Komt niet zo vaak voor, hè? Nee. Aan de andere kant van het podium is het publiek klaar voor een hete zomernamiddag en avond. Sommige fans beschermen zich met een paraplu tegen de brandende zon. Ook al hadden ze eigenlijk ergens anders op gerekend. Het was eigenlijk eerst tegen de regen, maar ik moet zeggen dat het nu ook wel helpt tegen de zon, hoor. Iets. Maar weet je wat, eerst is daar geen wind. Dus als ik daar af en toe even wapper, kijk, dat scheelt, hè? Ja. Ik heb me er ook een beetje druk over gemaakt eigenlijk. Want ja, de temperaturen zoals gisteren 36 graden, dat is natuurlijk niet wat we met z'n allen gewend zijn. Maar vandaag, ja, af en toe een regenbuitje, best wel lekker. En het is wat koeler. Maar ik denk dat mensen toch wat rustiger aan doen vanavond. Als Corsten het podium beklimt en de draaitafels overneemt, is de lang verwachte cd-presentatie een feit. En dat het feest uiteindelijk in Rotterdam wordt gevierd in plaats van Amsterdam, maakt het allemaal nog een stuk mooier. Nou, ik draai sowieso een 6 uur set, hè? Dus ik kan het lekker uittrekken met hier en daar een keer lekker pieken dat het wel los zal gaan. Maar ja, over het algemeen draai ik gewoon mijn eigen ding wel, ja. Ja, dus niet echt dat ik nou zeg van, oh, het is loom weer, dus ik ga ook loom draaien. Nee. Als Rotterdammer is Corsten op de hoogte van de problemen in het clubcircuit. Vooral het faillissement van Nighttown vindt hij vervelend. Er is een beetje te veel aan de hand om me daarmee te bemoeien. Maar het is wel jammer, weet je wel. Ik ging vroeger Nighttown, daar ben ik begonnen als clubbertje, zeg maar. Ja. En ja, dat is wel jammer als je dat dan hoort, dat het allemaal niet zo goed gaat en dat het toch allemaal een beetje moeilijk is voor iedereen. Ja, het is erg jammer. Ondertussen dansen de bezoekers onvermoeibaar door en bedankt Ferry Corsten zijn fans voor hun steun op een manier die hem het best ligt. Geen woorden, maar klanken.